Ja, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe vlog van mij en mijn lieve diertjes. Ja, het is, even zien hoe laat, het is 11 uur 39 en het is maandag 19 maart. En ja, het zonnetje schijnt en de lucht is blauw, ja ja, maar het is ook zo koud. Ja, dus als je naar buiten moet, kleed je goed aan, want je vernikkelt. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik moet weer aan de slag. Ja, ik heb weer een telefoonnummer voor me staan. Ik ga weer bellen, want ja, ik moet nou alles alleen weer gaan doen. Wel samen met wat hulp, maar het moet wel gedaan worden. Net is mijn begeleider alweer geweest, die komt woensdag weer. Mijn andere begeleidster, die altijd de dinsdag komt, die is een weekje vrij, dus die komt morgen niet. Straks komt ook Rebecca weer, de huishoudelijke hulp. Astrid, of die, komt weet ik niet, want die had ook zelf dingen nog te regelen. Die is gisteren geweest, zoals jullie weten. Dus ja, dat komt allemaal goed. En mijn hondje, die is buiten. Mijn prinsesje weet ik niet. Oh, die is hier. Hé, meisje. Hallo dan. Ja. Hé? Nou, de rode rakker, die is...
vrouwtje weer thuis, man. Ja, vrouwtje was de hort op, hè. Maar vrouwtje heeft wat lekkers voor jou meegenomen. Ja. Ja, en vrouwtje had de GoPro mee. Voor het eerst de nieuwe GoPro mee. En zo te zien is het gelukt. Dus we hadden de mensen mee, ja. We hadden de mensen mee, hè? Ja. Ja, je bent lief, hè. Kusje. Nou, doe ze even rustig, want je doet vrouwtje wel oud, hè. Mallet. Ja, lieve vrienden. Ik had dus de nieuwe GoPro voor het eerst mee. En ik zag er net met een kaartlezer dat er inderdaad dingen op stonden. Ja, filmpjes. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat is geworden. Enkel bij de Dekamarkt. Toen is hij er waarschijnlijk mee opgehouden, want de batterij is leeg. Ja, ik heb hem nou aan de lader. Dus het is wel heel gauw leeg gegaan. En ja, ik had niet de reserve mee en die had ik ook van de week aan de lader. Maar die schijnt ook leeg te zijn, dus ja. Die ligt nou daar aan de lader in de keuken. Dat is dat dingetje, dat is de reserve batterij, die zit erin. Lichtje brandt, dus ja, die is ook leeg. Dus ja, nou zet ik die zo meteen ook even aan de lader. Mijn telefoon moet aan de lader. Ze zijn allemaal eigenlijk zo goed als leeg. Maar in ieder geval, ik heb koffie en ik heb Bounty. En ik heb een tas met boodschappen. Dus ik ga dat straks allemaal uitstallen en dan zal ik het jullie weer laten zien. En ik heb weer wat bling bling voor de spiegels. Ja. Dus wie weet, gewoon verder gaan met die banaan. Dat ik zeg tot straks. Ik ga eerst lekker genieten van mijn koffie en mijn Bounty. Tot later. Ja, lieve vrienden. Zoals ik al zei, ik zal het even uitstallen. Nou, dat heb ik bij deze gedaan. Dit is bling bling voor op de spiegels. Nou, dat, ja, dat zijn vlindertjes. Bloemetjes. En andere bloemetjes, allemaal verschillende kleuren en maten. Wel leuk, dus dat zal ik even bij de spullen leggen. Zo. En ja, ik had toch die vierkante spiegel gemaakt met die rand, met dit spul erop. Ja, dat groene zand, hoe moet ik dat nou hebben dat jullie dat zien? Ja, nou, opgelet. Die er even bij. Een kaars, dezelfde kleur en dat zo op het oog. Ja. Vind dat ik dat goed heb gedaan. Deze kaars, die wordt dus bij die spiegel. En dat wordt dus een beetje duurder ook dan 5 euro. Ja, want die kaars, die heb ik ook betaald. Ja, dus die kaars die behoort bij die ene vierkante spiegel. Dus ja, als je het leuk vindt, natuurlijk maak ik daar nog weer een filmpje van. Want de spiegel die is nou boven en ik ben nou even zat om naar boven toe te lopen of zo. Dus die kaars hou ik beneden en neem ik morgen die spiegel mee. En dan zien jullie dat wel weer. Dus die kaars zet ik even hier neer. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Dat dat gelukt is zo op het oog. Nou, dat wil allemaal niet, want het valt hier lekker om. Zo. Hey kerel. Was jij er ook? Was je ook nieuwsgierig? Nou, mag wel. Nou, broodjes. Iets lekkers voorbij de koffie. Wie kent het niet, hè? Nou, 2 mol kaas. Eentje licht gerijpt en eentje gewoon gerijpt. En voor vrijdag heb ik vlees. Voor mezelf heb ik ook een vlees, maar ik denk even weer een kippetje mee. Voor in huis, omdat ik heel veel pijn heb momenteel aan mijn handen, heb ik wielrenners handschoentjes gekocht. Moet zeker nog eventjes een foto van maken en dan naar Roderick opsturen om te vragen of hij die bedoelt. Nou, dat zal haast wel. Dus ja, dat leg ik daar even neer. Een wijntje. Ja, Hoophuis. Chippy. Nou ja, wie moet dat nou niet hebben? Iedereen. Voor mijn woefie. Die ook voor mijn woefie.
veel voor mijn woefie. Maar het mooiste is, ik zeg wel voor mijn woefie en deel voor het woefie. Maar die lust het wel en onder de tafel zit er ook één die lust het ook wel. Dus die zit met de rug er nou naar ons toe. Ja. En die anderen ook wel, die andere kleine zwart-witte. Dan heb ik nog weer een tasje voor mezelf gekocht. En dan denk je, ja, wat moet je met een stuurtasje? Nou, het kan ook bij mij hoor. Ja, en die is wat groter dan die zadeltasjes. Ik heb er ook een zadeltasje aan hangen. En van mijn man had ik er ook nog een. Die had hier een rolstoel hangen. Die hangt dan aan de andere kant van mijn ene zadeltasje. En deze gaat aan de zijkant van mijn stuur. Ja. Maar het is zo vreselijk koud. Oeh. Nou, en ik heb voor de salontafel heb ik een ander kleed gekocht. En deze kun je afnemen, die niet. Die kun je weggooien als het iets smerig wordt. En deze is rood. En nou ja, dan kun je toch iets anders erop leggen dat het weer een beetje breekt. Ja, hier heb ik ze dan geel zeil met rode doekjes. Nou, ik heb een rood zeil en ik doe gele doekjes erop. Simpel, zat, gezellig. En ja, ik vind het ook wel weer hierbij passen, hè. Kijk. Komt helemaal mooi uit, ja. Dus ja, dat is zoiets wat ik gekocht heb. Thuis is leeg, dus ja, dat gaan we nou even weer opruimen. Hè? Hoe vier en dan zal ik hem gaan verwennen. Ik zal zijn bal opzoeken, ik weet niet eens waar die ligt. Dus. Maar ik ga je eerst opruimen, lieve vrienden. Dus ik zeg, tot straks maar weer. Ja, even mijn hondje verrast. Hij is zo lekker bezig met zijn bal. Ik heb er weer even brokjes voor gekocht. Snoepjes, hoe noemen jullie dat? Ja, het is allemaal eten. Dus hij eet er lekker van. Ja, bij de pc, hè, man. Goed zo, grote jongen. Grote jongen. Zou ik je helpen dan aan die hoek weg? Ja, moet je hem niet weer daarheen rollen? Mallet. Pakken. Goed zo. Pakken. Oh, weer twee. Oh, je wordt wel beloond, hè? Oh, nog weer één. Die ging hard. Pakken bal. Pakken bal. Nog even, is hij zeker alweer leeg, hè? Dan zullen we kijken of die anderen erin passen. Ik hoor nog wel wat rammelen. Vrouwtje? Ja, er zit nog één. Oei, oei, oei. Je kan niet in de bal bijten, dat gaat niet. Je rollen. Ja, doe maar, pakken. Gaat hij helemaal.
Nou, zo raak je hem weer kwijt, hè? Ja, er ligt nog meer speelgoed van je, zie je dat? Oh, moeder. Ja, nou hebben we hem weer. Je staat erop. Kijk dan. Je staat erop. Hè? Goed zo. Grote jongen. Hé? Ja. Ja, dat is wel leuk. Zulks vind ik zo mooi, hè. Dat je dieren dus gelukkig is. Dat die blij is. Maakt mij ook blij. Hè? Maakt mij ook gelukkig. Ja, dan legt hij weer onder een vrouwtje de bureau, hè. Ja, nou, je hebt maar even geduld. Pak hem zo weg. Dat, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne avond. Ik kom vanavond later nog wel weer even terug om voor deze dag een afscheid te doen. Tot later! Ja, lieve vrienden, helaas is vanmiddag Astrid niet geweest. Rebecca, Astrid ook niet, maar die had andere dingen vandaag te doen. Rebecca is ook niet geweest, die komt voortaan nu dinsdagochtend. Ja, heel omschakeling weer. Ik had gisteren dus mezelf ook verwend met Chinees eten. U weet wat ik had, bami met gepaneerde garnalen en een sausje. Nou, ga ik dat weer eten. Ik zal het jullie laten zien. In de magnetron staat een bak vol met hetzelfde. En lachen, ja, ik krijg nog weer een saus over. En bami over. En ik dacht dat ik het voor over kan krijgen. Kunnen jullie daar ook nog even in kijken? Ja, dat is toch lekker, hè? Nou, even. Zo dan. Pasje, dat gaat even niet, jongens. Zo. Ook nog over, ja. Dus ik heb nog weer. Jongen, nog wat door. En dan, ja. Ik hoop dat ik er morgen op krijg en ontdekken. Zit ik er 4 avonden eraan te eten. Geweldig. Nee, laat het maar even staan, wie weet. Dus ja, we gaan dat zo meteen even lekker opeten. En dan zit ik toch weer vol. Ik heb er een wijntje bij, ik heb koffie bij. En ja, gaan we lekker ervan smullen. En we zien wel weer hoor. En als ik morgen en overmorgen weer daarvoor kan eten, waarom niet? Maakt mij niks uit hoor, of ik een paar avonden achter elkaar hetzelfde eet. Dat is overheerlijk. En het was 18 euro nog wat. Nou ja, deel dat maar nu alweer eens in tweeën. Nou ja, ik heb over, dus het wordt morgen weer smikkelen, dan kan je het in drieën delen. Nou ja, wie doet je wat? Niemand. Maar in ieder geval, ik ga lekker smullen. Tot later! Ja, lieve vrienden, daar zijn we dan weer om jullie even van jullie afscheid te nemen. Mijn hondje is met zijn balden bezig. Even voor de nacht. En ja... Dan is het weer de laatste vlog voor vandaag. We gaan straks lekker op tijd proberen op bed te komen. Want morgen moet ik er ook weer bij tijd eraf. En ja, ik ben best wel moe ook. Dus ja, dan gaan we dat maar doen. En we zien het wel weer. Ik zal deze vlog nog proberen te editen met de videopad. En dan zeg ik... Wat rust allemaal. Slaap lekker met mooie dromen en God zegen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.